Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de opening van de Techniekfabriek. Onder de vlag van het Rail College en het initiatief Spoorsbreed. Bijzonder welkom aan onze minister van Onderwijs en Wetenschappen, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw Van Bijsterveld, en de voorzitter van het College van Bestuur van de ROC Twente, de heer Schutter. Maar natuurlijk een speciaal welkom aan de mensen waar het eigenlijk vandaag op draait, onze leerlingen. Welkom. Zij, jullie, starten dit jaar onze gloednieuwe opleiding Mechatronica. Als NS zijn we er trots op dat we samen met ROC Twente weer het nieuwe initiatief als grootbedrijf in Nederland gestart hebben om een vakschool in het leven te roepen. En omdat het een vakschool is, een bedrijfsschool, waarbij leren werken en werkend leren zo belangrijk is, een speciaal welkom aan onze collega's van deze werkplaats achter in de zaal. Want de werkplaats is gewoon open, er wordt gewerkt, nu even niet. En dat maakt het nou zo uniek, deze combinatie. Vandaag is een meldpaal voor de NS, maar ik denk ook voor het technisch onderwijs in Nederland. Samen met ROC Twente en de gemeentes Amsterdam en Zwolle is het ons gelukt om in korte tijd twee techniekfabrieken uit de grond te stampen. Techniekfabrieken waarin vanaf aanstaande maandag 50 leerlingen, twee dames, we volwaardig zullen opleiden tot monteur in 2 jaar tijd. Een beroepsopleiding die op zo'n locatie, echt geweldig, ik zit inderdaad helemaal in de front, staat daar de trein, heel dichtbij, in het hart van het bedrijf, met uitzicht op het spoor, dat spreekt enorm tot verbeelding. Je ziet en ervaart direct waar je het voor doet. Treinen van de NS zo goed mogelijk laten rijden. Dat is mooi. Maar ook belangrijk werk. Maar dat niet alleen. Naast gespecialiseerd technisch vernuft vraagt het ook verantwoordelijkheid. Je bent de laatste belangrijke schakel voordat de bak de baan opgaat, zoals men dat hier begreep ik pleegt te zeggen. En als jij je werk niet goed of geconcentreerd doet, gebeuren er ongelukken. Dat is niet iets waar mensen in de eerste instantie aan denken bij dit vak. Maar het is wel een wezenlijk onderdeel en daarom integreert men twee veiligheidsaspecten heel stevig in de opleiding, zo heb ik begrepen. Dames en heren, vakopleidingen in een bedrijf zoals de Techniekfabriek zijn van betrekkelijk nieuwe, maar zeer populaire invulling op het bestaande aanbod in het middelbaar beroepsonderwijs niveau 2 en niveau 3. En inmiddels zijn er al tientallen van dergelijke vakopleidingen in Nederland. En dit jaar komen daar nog een aantal nieuwkomers bij. Het bedrijfsleven neemt hiermee zelf het heft in handen om tekorten in het bedrijf of in diverse branches tegen te gaan. In nauwe samenwerking met het onderwijs. Dat vind ik echt een heel goede zaak. Dan vraag ik nu aan de minister om aan het tandwiel in werking te zetten. Ja, dat is het.